Ik wil graag naar het wintercircus, omdat er allerlei dieren zijn ook, zoals honden en paarden, soms ook duiven. En er zijn veel acrobaten en iedere keer verzinnen ze weer een ander verhaal. Dus ja, dan verzinnen ze bijvoorbeeld de artiesten zijn ziek en iedere keer zijn er ook weer nieuwe artiesten. Diaboloers, jongleurs en dat soort dingen. En er zijn ook slangenmensen. En ja, daarvoor wil ik heel graag naar het wintercircus. Er is natuurlijk veel, maar zo'n avonturenserie, dat doen ze hier al heel lang. En eigenlijk is dat heel goed. Dan zorg je dat mensen zichzelf laten verrassen. En dat is altijd goed. Want je kan steeds je geëikte dansvoorstelling gaan volgen. Maar ga maar zitten en laat je verrassen. Ik zou het ook heel erg graag naar Aya willen. Volgens mij kun je daar ook niet blijven zitten. Een dansvoorstelling waar moderne dans en hiphop bij elkaar komen. Dat lijkt me echt een heerlijke voorstelling om elke bijna bij te gaan dansen. Dus samen vragen waarom ik Hans Hof, wat ik van vind, waarom ik het leuk vind. Elke keer dat ik hier kom, dat zijn twee dingen die mij altijd. Op het moment dat ik bij de brug kom, ik denk, oh, het is de leuke plek waar we gaan spelen. Otje die zegt altijd dat ze met de dieren kan praten en dat vind ik altijd wel leuk. En daarom wil ik graag naar Otje. Als laatste wil ik naar Zep. Dat is een voorstelling speciaal voor jongeren. En dat is heel leuk, omdat ze dat nou, dat is echt speciaal op jongeren gericht. Dus daar doen ze ook actuele dingen in die dan zeg maar alleen jongeren snappen en volwassenen dan wat minder. En de hele zaal zit dan ook voor jongeren, dus het is ook een leuk publiek. En ja, ik ben ook heel benieuwd wat ze ervan gaan maken, want vorig jaar en het jaar daarvoor hadden ze een hele leuke voorstelling. We hebben in de twee zalen gespeeld. De oude zaal, die toch heel ontzettend leuk was. En de laatste jaren in de nieuwe zaal. En het gevoel is altijd zelf. Wij voelen ons hier altijd welkom en het publiek is altijd ontzettend enthousiast en leuk